De laatste verzekering van dit hoofdstuk is de rechtsbijstandverzekering. Deze is er eigenlijk zodat jij een advocaat of andere juridische hulp kan betalen als je een conflict krijgt met een gezin, bijvoorbeeld over uurtarief of over andere dingen. Wij geloven bij Nanny Nina dat je met goed overleg overal wel uit kunt komen zonder dat soort juridische zaken. Maar mocht jij het prettig vinden, dan kan je hier tegen verzekeren.